luisteraars, er is geen bedrijf in Nederland dat zo leeggeplunderd, zo bekaaid, zo beschadigd uit een oorlog is gekomen als de Nederlandse spoorwegen na zoveel maanden van staking. En er is ook geen bedrijf in Nederland, kunnen we wel zeggen, dat met zoveel vitaliteit en zo grote energie het werk weer heeft hervat na de bevrijding als dit bedrijf in Utrecht. Op het ogenblik, maandag 13 augustus 1945, is het een grote dag voor de Nederlandse spoorwegen. Wij staan op het ogenblik op het eerste perron van het Centraal Station in Amsterdam. Voor ons staat de eerste elektrische trein die dadelijk naar Haarlem en Overveen zal vertrekken. Het was in 1839 zo. Tussen Amsterdam en Haarlem reed de eerste trein. Wie herinnert zich nog niet de Arend op de tentoonstelling in 1939, vlak voor de oorlog. En nu, in 1945, rijdt de eerste elektrische trein van geheel Nederland hier weer tussen Amsterdam en Haarlem. We zien die trein voor ons. Het is een trein van 8 wagens. Niet de gestroomlijnde, het gestroomlijnde model, maar de zogenaamde oude stofzuigerwagens. Ze zijn keurig schoongemaakt voor deze eerste rit. Het is vandaag een proefrit. En er zijn natuurlijk enkele heren van de Nederlandse spoorwegen hier aanwezig. We zien hier allereerst de heer Goedhart, chef van de dienst van tractie, die uit Utrecht gekomen is en ons misschien wat iets zou kunnen vertellen. Allereerst, hoe staat het met ons elektrisch materieel? Het elektrisch materieel was op de dag van de bevrijding geheel onbruikbaar. Een tiende deel was slechts aanwezig, de rest was weggevoerd naar het buitenland. En met dat tiende deel dat nu aanwezig is, hebt u op het ogenblik gewoekerd, dat mogen we wel noemen, dat woord woekeren, om deze eerste verbinding met Haarlem en Overveen tot stand te brengen? Het is juist mogelijk gebleken om voor de 15 augustus, wanneer van Amsterdam naar Haarlem gereden wordt, de benodigde motorrijtuig en aanrijtuigen gereed te maken. Juist. En hoe stond het met de bovenleiding tussen Amsterdam en Haarlem? Ik meen dat ik in de tijd dat het winterde, enkele montagewagens, of demontagewagens waren dat toen misschien, heb gezien die de leiding weghaalden. Is dat zo? Van de elektrische bovenleiding was de rijdraad, versterkingsleiding, schakelaars, alles was verdwenen. Van de onderstations, dat zijn de gebouwen waaruit we de stroom van de elektrische centrales krijgen en door ons omgezet worden door middel van gelijkrichters, welke eveneens verdwenen waren. Om nu voor de 15 augustus alles gereed te krijgen, hebben we uit andere onderstations, waar toevallig nog iets aan leven was, hier naartoe geslepen. Juist. Ten slotte ook nog iets nieuwe plannen van het elektrisch net. Dat is natuurlijk wel belangrijk, want wij hebben nu vanmorgen hier een proefrit, maar u begint toch ook spoedig weer met een vaste dienst, niet? De 15 augustus zijn dan de forensen van Haarlem en Overveen naar Amsterdam geholpen. 1 september zullen de Rotterdamse forensen van Maassluis en Den Haag geholpen worden, zodat dan elektrisch gereden zal kunnen worden van Maassluis en Den Haag naar Rotterdam. Daarna zal het gehele traject Amsterdam-Rotterdam gereed maken, maar dat zal ongeveer eind november worden. Tegelijkertijd wordt dan gewerkt aan het traject Amsterdam-Hilversum, maar dat zal wel voorjaar worden, 1946. De overige lijnen zullen we afhankelijk zijn van leveringen uit het buitenland, van gelijkrichters, enzovoorts, enzovoorts, zodat dat najaar 46 worden, voordat er wel verdere lijnen geëlektrificeerd kunnen zijn. Juist. Wat dat betreft de plannen. Het is natuurlijk ook deze elektrische tractie betekent een geweldige kolenbesparing, is het niet? Wanneer de treinen die nu 15 augustus ingelegd worden tussen Haarlem en Amsterdam in plaats van elektrisch met stoom gereden zouden moeten worden, zou dat voor ongeveer 25.000 distributiebrandstofeenheden een verschil opleveren. Mooie term is dat. En dan wil ik toch nog even vragen aan ingenieur Van Lessen, de adjunct-chef van dienst materieel en werkplaatsen. Hoe het staat met het personeel en met de fabrieken die hebben meegewerkt om deze eerste verbinding ook tot stand te brengen? Nou, ik kan u daar dit van zeggen, dat de herstelling van de bovenleiding, die is helemaal uitgevoerd door personeel van de spoorwegen zelf, die met een buitengewone ijver daaraan gewerkt hebben. En het materieel dat is gesteld in de fabrieken van Werkspoor en van Wijnes en van Alan, terwijl die zelf ook boekeren moesten waarschijnlijk, want ze hadden heel weinig en heel weinig materiaal nog maar over te prepareren. Natuurlijk, hetzelfde met al die dingen is de grote moeilijkheid. Het gebrek aan materialen waarmee we te kampen hebben en ook het gebrek aan werktuigen. Want ook die fabriek, de speciale fabriek van de firma Wijnes, die is op een buitengewone manier door de Duitsers geplunderd. Ja.
Nu wil ik tenslotte ook nog iets vragen aan de heer Heiligers, die de opzichter is, meen ik, de leiding heeft gehad hier van de dienst in Amsterdam, hoofdingenieur van de tractie. Dat wij in betrekkelijk zo korte tijd dit hebben tot stand kunnen brengen, danken wij hoofdzakelijk aan de grote voortvarendheid van het personeel. De sportieve geest die bij deze mensen heeft voorgezeten, is wel voorbeeldig. Zij hebben, zijn niet aangespoord geworden door premies of hadden geen vrees voor boeten, maar het is zuiver een sportieve geest die maakte dat zij er een eer in stelden om alles zo spoedig mogelijk klaar te krijgen. Daar hebben we ook aan te danken dat we binnen de gestelde tijd de elektrificatie Amsterdam-Haarlem tot stand hebben kunnen brengen. Dus alle lof voor het personeel van de Nederlandse spoorwegen hier ook. Ik dank u wel, meneer Heiligers. En nu langzamerhand als we achter ons kijken. De klok gaat al aardig naar 10:40, het tijd van vertrek. De heren van de spoorwegen en de heren van de pers die stappen al in. En wij zullen dadelijk nog een heel klein flitsje geven, een impressie van het vertrek van deze eerste trein. Eerste elektrische trein tussen Amsterdam en Haarlem. Luisteraars, de trein uit Halfweg, Haarlem, stampvol, is nu binnengekomen. Tweede vertrekssein wordt gegeven. We zien nog een conducteur de trein binnenwippen, de eerste wagen, en daar zet de elektrische trein zich in beweging. Statig nu nog, maar straks met een vaart van 80 tot 100 kilometer zal deze eerste elektrische trein naar Haarlem vervolgen. U hoort het geknetter waarschijnlijk van de vonken langs de bovenleiding, die inderdaad nog zeer vuil is en die nu de eerste beurtpas krijgt. Heel oud en vertrouwd en bekend gezicht, maar wij zeggen met heel veel vreugde, daar zijn ze weer, onze elektrische treinen. En over enkele dagen zal er een geregelde dienst van Amsterdam met Haarlem komen. We zien nu in de verte de trein een bocht nemen, enkele wissels overheen gaan. En dan is hij al heel gauw, bekende oude vaart, uit het gezicht verdwenen. De eerste trein ten bate van herreizend Nederland, maar dan met EI.